Ik maak me zorgen om de uitstoot van Tata Steel, om wat het effect is op de omgeving, op het klimaat, maar ook om de mensen die hier rondom Tata Steel wonen en wat het doet met onze gezondheid. Ik ben hier geboren en ik vind dat ik het recht heb op een schone woonomgeving. Dus in die zin zou het voor mij nooit een argument zijn om te zeggen, nou ja, dan maar vertrekken. Dit is gewoon de plek waar ik thuis hoor, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht en het liefst ook ten alle tijden wil blijven wonen. En ik hoop ook voor mijn kinderen dat ze gewoon een vrije keuze hebben als ze later groot zijn om te bepalen waar ze willen wonen en niet gedreven worden door een omgevingsfactor zoals Tata Steel. De reden dat ik hier nog steeds woon is ook vanwege de mooie natuur en het duingebied en de kust. Ik ben echt helemaal verliefd op dit gebied en dat was ik als kind al. En ja, wat ik merk is dat de biodiversiteit echt afgenomen is. En dan heb ik het over insecten en vogels. Ik weet nog zo goed dat ik soms vroeger echt gewekt werd door de vogels. En dat gebeurt eigenlijk nagenoeg niet meer. Dat baart me echt zorgen. Ik ken het plan van Tata om dat over 8 jaar te sluiten en ik vind het onacceptabel. Ik kan er echt niet bij dat zo lang moet wachten. Het is een goed voorbeeld van kiezen voor een economisch gewin en allerlei andere randzaken in plaats van voor het welzijn van iedereen die hier in de omgeving leeft. Mens, dier en natuur. Ik vind het heel belangrijk dat de overheid ons beschermt. En ik vind dus ook dat ze actie moeten nemen. Echt opkomen voor de omwonenden hier en zorgen dat Tata niet als enige iets te zeggen heeft over wanneer ze gaan verduurzamen of wanneer ze bijvoorbeeld een hele vervuilende fabriek sluiten. Dat moet niet zo zijn. Daar moet de overheid ook wat over te zeggen hebben. En sterker nog, die moeten wat te eisen hebben.